Hallo, fijne dag, beste koetjes. Welkom bij een nieuwe aflevering van Minecraft op de blogserver. En vandaag gaan wij dingen doen. Ik was onder andere van plan om mijn farms daarboven uit te gaan breiden. Momenteel sta ik een beetje bij de spawn in de buurt, want dan was ik de vorige aflevering op de blogserver was ik daar gebleven. Kijk maar terug. Dat was volgens mij de aflevering. Oh, nee, niet trouwens. Nee. Ik had aan de livestream meegedaan, dat is waar ook. En de kerstboom is blijkbaar weg. Ik ga even kijken wat er ondertussen veranderd is aan de spawn, onder andere. Daar ben ik wel benieuwd naar. En ik heb ook lava buckets bij me, dus misschien deze aflevering, als we dat redden, in het tijdsbestek gaan we nog de lava put uitbreiden. Dat was mijn offerput die ik gemaakt had om eigenlijk schapen in op te offeren. Want ik ben in oorlog met Naked Cheap Gaming. Dat ik had hem de oorlog verklaard, dus ja, daar heb je het. En dit is trouwens onze training post die gemaakt is. Er staan overal kisten opeens. Ik weet het ook niet. Apperski, het schuilpost, die hadden we, had ik samen met, weet je ook weer, volgens mij Martijn van, ik ben je game gemaakt. Ja, dat klopt wel. Dit is mijn dingetje. Mijn kist. Die ik hier geplaatst heb. Ik heb hier ook een boek neergezet. En ik heb eigenlijk nog niks ingezet. Wat ik wil gaan doen met mijn kist hier. Is dat ik eigenlijk wheat wil gaan ruilen. Want ik heb best wel een grote wheat farm staan. Ik vraag me of andere mensen al gebruik van gemaakt hebben. Zullen we zien niet. Het staat hier wel van Chris Games. NL heeft dat neergezet. Even kijken wat hij gezegd heeft. Wat hij wil verhandelen. Want iemand heeft hier blijkbaar 8 Dark ook Woenen Sterren zijn gedaald. Of ik heb het zelf gedaan. Ik weet niet meer. Ik ga even het boek lezen. Misschien heeft wat ingezet. Binnenkort te koop. Niks. Oké, nou ja. Maakt niet uit. Dan duik ik de kisten weer in. Even kijken. Want anders ging ik wel even wat handelen. Dus blijkbaar de handelspost hebben we echt een maand geleden gebouwd of zo. En er is nog steeds niks aan veranderd. Maar ook niet uit. Het idee is leuk. We gaan gewoon lekker verder doen met allemaal dingen. Iemand heeft daar een gigantisch grote farm neergezet. Ik weet niet of het echt een communal farm is of niet. Terugplanten daarbij. Ja, het is inderdaad een communal farm. Dus wat wij allemaal neergezet hebben. Potato carrots. Wat trouwens, ik heb er niet aan meegewerkt. Dus waarschijnlijk iemand anders die het gedaan heb. Een van de andere blogsmensen servicetjes. En ze zagen, ja, graag iets zichtplanten. Ben ik het mee eens. Maar ik wil graag even ook mijn farm uitbreiden met onder andere potatoes en carrots. Op zich, melons kunnen op zich wel een keer gaan verbouwen. Ik was ook al bezig met een, hoe heet dat, farm neerzetten. Oh shit, dat was helemaal niet de bedoeling. Een sugarcane farm heb ik neergezet. Omdat ik eigenlijk een boekcases wil maken. Maar daar heb ik sinds koeienhuiden voor nodig. En aangezien alle koeien hier een beetje in de buurt vermoord zijn, gaat het niet echt werken. Dus dat wordt hem niet. We kunnen ook natuurlijk wat pumpkins en melons gaan maken. Maar pumpkins, daar hebben we niet zoveel aan. Volgens mij, ja, decoratie, maar je kan ze niet eten. Melons daarentegen wel, maar die geven niet zo heel veel voer af. Dus dat hoeft eigenlijk ook niet. Dus wat kunnen we nog meer gaan doen? Ik kan trouwens dit design wil ik eigenlijk wel overnemen hier zo. Van die stone slabs. Dat ik dan over mijn eigen farmpje heen. Dat gaat er misschien wel wat makkelijker farmen. Maar we nemen even gewoon even wat carrots mee hier, denk ik. Hier zo. Ja, even 3 carrots. Gaan we ons eigen carrot farm maken. Ik denk dat we even de huidige farm moeten uitbreiden. Misschien even segmenteren in verschillende dingetjes. Neem we gewoon even alle carrots mee die hier beschikbaar zijn. Nou, niet alle, maar de meeste, had ik idee. Zo, 7 carrots, dat is een goed begin van onze farm, vind ik. Dus dan we deze even hier zo. We hebben ook een potato blijkbaar, maar eentje. Maar dat vind ik een beetje weinig. We hebben wat meer piepers nodig. Even hier neerzetten, natuurlijk wel terugplanten. Want zo aardig ben ik ook wel weer. Ik bedoel, er zijn mensen die hebben tijd en hun geld en hun vaardigheden ingestoken om deze boerderij te bouwen. Dus dan moet ik niet hun schaamte of hun vertrouwen beschampen. Hoe het, wat ook het correct Nederlands woord is. Door dit neer te zetten. Of door het helemaal te vernielen. Want dat is natuurlijk een beetje zonde. Ik had even alle piepers meenemen en terugplanten. Had ik idee. Zo, dit is ook weer genoeg piepers om mee te nemen. We hebben ook eieren. We kunnen ook even een leuk kippenfarmpje gaan beginnen. Maar die moeten we dan deels ondergronds maken. Of gewoon helemaal ondergronds. Ik heb ook mensen. Voor mij was het Wanto Bramming. Die hebben dan zo'n automatische kippen kookkoeken gemaakt. Dus dat er gewoon kippen in door water het lava in geduwd worden. En dan nadat ze in het lava geduwd zijn, dan vallen ze hun gebraden kippenvlees valt dan in een kist met een trechter en zo. Super handig. Ik zou niet weten hoe je die shit moet maken. Ik weet of ze het zelf zo'n hebben of van internet gehad hebben. Waarschijnlijk hebben ze zelf zo'n hebben, want hun zijn wel zo vaardig dat hun dat lukt. Het zou ook cool zijn, dan kun je een automatische fishing farm maken. Dat je dan gewoon een dispenser of zo in hebt met een vishengel erin, dat die gewoon automatisch voor je vist. Zo te zien is daar een basis of zo? Ik weet niet van wie. We gaan even kijken wat dat is. Is er ook een schaap staan? Die kunnen we meelokken naar mijn toren. Want dat had ik natuurlijk ook een schaap in mijn, hoe heet het, met neergezet. Wat had ik ook weer neergezet? Wat had ik die fucking ook weer neergezet? Oh ja, in mijn offerkamer. Dat is waar ook. Omdat ik een schaap ging offeren. Maar nadat ze slaafwerk voor mij verricht hebben. Dat is natuurlijk wel een heel belangrijk detail. En dat ze kaart van mij gezocht hebben. En al een mooie wol afgegeven hebben. Maar wat als ik nog wol heb? Ik weet echt niet wat ik mee ging doen. Oh, ik had natuurlijk ook een grappig bouwproject wat ik wou maken. Of eigenlijk grappig. Ik wou een grote statue daar neerzetten. Van mijzelf bij de spawn. Maar voor mij heb ik daar als eerst een beetje toestemming voor nodig om dat neer te zetten. Want je mocht geen gekut dingen neerzetten bij de spawn die eigenlijk helemaal geen nut hadden. Dat is vooral voor toekomstige mensen die de server willen joinen. Dus al vinden jullie misschien leuk om deze server te joinen. Dan moeten jullie gewoon even een reactie achterlaten van hey, weet je wat, wij willen joinen en please, dat zouden we cool vinden en zo. Ja, en dan beoordelen we je kanaal en dan kijken we of je mag joinen of niet. We zijn echt heel streng. Nee, dat valt mee. Hé, hey, iemand heeft hier een basis gebouwd, zo te zien. Ik zie er allemaal slime dingetjes. Dus vooral denk ik voor als je daar naar beneden tieft en je niet doodvalt. Dat is een beetje kut natuurlijk. Van wie is dit? Daar ben ik wel benieuwd naar. Dit is best wel cool hier. Wauw. Wauw, van wie is dit? Dit is best cool. Toegeven, dit is best wel niet.
Wat hebben we hier zitten voor dingetjes? What the fuck zijn dit nou weer? Dit hebben we nooit gezien. Oh, derde. Oh, ik weet van wie dit misschien is. Iemand heeft hier volgens mij geprobeerd om een farmpje te bouwen voor villagers. Ja, een village farm of hoe je het ook mag heten. Zoiets in de richting. Ik weet niet waarom ze dat gedaan hebben, maar ze zijn hier van bezig geweest. Ik weet echt niet van wie dit is. Terwijl ik toch wel op iedereen geabonneerd is die ook gewoon op de blogserver zit. Je weet wel van, ik sub jou, jij sub mij, gedoe, dat soort dingetjes. Maar ja, dit is in ieder geval dus van iemand. Vind je jammer dat er geen bordje bij staat of zo? Waar ik hem zie van, hey, dit is van Hupplepup. En dit is van, weet ik veel wie, staat misschien een boek in of zo? Wow, ze zijn wel lekker bezig geweest hier. Ze hebben zelfs coal ore. Dus dan hebben ze echt een pickaxe met, hoe heet het ook weer? Softness of zo? Ik weet niet hoe dat heet. Dat je dan dingen eruit hakt en dat die kapot gaan, maar dat je het gewoon krijgt. Dat soort, ja, dat soort dingetjes. Maar goed, we gaan wel lekker naar boven hier. Misschien staat er wel een bordje aan de oeverkant. Misschien staat het daarop van deze basis van ons. Blijkbaar niet. Oké, er komt daar een creeper aan. Die gaan we doodschieten met een pijl en boog. Op je muil, gauw. Nou, ik heb één pijl. Dat werkt niet echt. Dat gaat niet echt heel goed werken, hè. Dus we moeten met doodmappen. Hatschikitee. Gaan we die banaan. Oké, terug naar de base. We gaan onze farm bereiden. Even kijken. Hier is ook een mijn blijkbaar. Cool. Deze kunnen we nog als mijn gaan gebruiken. mijn. Dat is wel leuk, hè. Die moet ik onthouden. Nou, die huis. Het is best wel makkelijk zelf te bedenken. Het is net of een landmijn hebben. In dat geval is het niet zo handig dat je zegt mijn. Alhoewel, als het een game is en als het jouw mijn is, je kan er overheen rijden met je tank of zo, dan gaat die vast niet af, want zo werkt het in games. Ook al echt al leg je een landmijn neer op, ik zeg maar, pakweg Scheveningen of zo, het Scheveningstrand. Ja, en je trapt erop, dan ga je wel dot. Dotkeeper! Oké, voor mij is er een beetje lek op de server. Ik weet zeker dat het lek is op de server, want ik ging bijna dood. Are you kidding me? Waarom? Waar staat mijn panzer voor? Redelijk goed. Ik heb natuurlijk gewoon een leuk ijzerpanzer en we hebben meer dan genoeg ijzeroor. Dus kunnen we mooi lekker repareren. Wat is dat op zijn Nederlands? Is dan een ook ijzeroor? Nee, ik weet niet hoe het heet. Oké, terug naar mijn huis waar ik thuis hoor. Terug naar mijn hol. Naar mijn lelijke toren. Een hobbitoren is je ook wel eens genoemd. Ik weet ook niet waarom. Ik weet het echt niet waarom. Het eigenlijk idee was dat hij eigenlijk wat meer slanker en hoger zou worden. Maar dat plan is dus uiteindelijk niet helemaal zo gelukt als ik wou. Maar ja, het zij zo. Het zij zo. Het kan even niet anders. Oké, we gaan dus even de offerput ook uitbreiden. Dat ga ik niet eerst doen. Ik haal dit gewoon even in de kist in de buurt van de offerput van de schapen. We moeten hier ook nog wat sterren zetten. Want de hele tijd dat gesprongen en gespringel, dat is eigenlijk niks van mij. Dat vind ik niet handig. Oké, hier zit blijkbaar best een fucking gat in de grond. Dat is niet handig. Oh my god. Wow, ik heb aardig wat koeien hier staan. Oké, we moeten even wat koeien gaan uitroeien, want dan krijgen we dus allemaal leuke dingetjes. Waar is die schaap die ik hier opgesloten had? Oh, die heb waarschijnlijk. Oh, de offerput is trouwens zo goed uitgebreid. Die heb waarschijnlijk in de lava gedouwd, volgens mij, of niet? Ik weet niet wat ermee gebeurd is. Maakt niet uit, gaan we lekker verder. Daar houden we deze lava buckets in de ding hier. Even oppassen dat ik niet in mijn eigen kamp gooi. Dat is een beetje zonde over mijn eigen toren. Zie je, deze server is echt lag. Ik bedoel, ik klik op de kist en het duurt best wel lang voordat ik hem krijg. Dat zal ik wel even vertellen aan de admins. Dat is dan volgens mij de mensen van. Nou, niet Tobram. Ik weet het echt niet meer, verdomme. Hebben die nog even een iron hoe? Ik heb inderdaad een iron hoe. Mooi. Laten we uitbreiden in de farm. Als ik er genoeg dirt voor heb. Waarschijnlijk wel. Ik heb waarschijnlijk nog wel leuke stacks van dirt staan boven. We moeten natuurlijk ook weer even wat water meenemen. Maar daar hebben we ook genoeg van. En we gaan zitten wat stone slabs maken zoals ik al zei. Dus dan gaan we daar overheen bouwen. Dat vond ik best een mooi idee. Dus we moeten even wat steen halen. Maar dat ligt natuurlijk helemaal boven. Bij mijn slaapkamer slash voorraadkamer gedeelte. We moeten even bij mining kijken. Voor mij had ik daar al mijn steen ingedouwd. En we hebben ook allemaal deze soort. Dat moet ik ook meenemen. Nou, Brad kan hier wel weer in. Dirt. Ja, dirt hadden we dus al. Ja, even twee stacks dirt is wel genoeg denk ik. Cobblestone ook heel belangrijk natuurlijk, want we moeten even wat slabs maken. Eigenlijk moet ik hier ook even een crafting table neerzetten, want dat telkens heen en weer gelopen, dat is ook niet echt heel optimaal. Optimaal, het is niet heel erg optimaal in dit geval. Zo, hoe maak ik weer stone slab? Zo of zo, dacht ik. Nee. Moest je... Ik weet echt niet meer. Ik weet even niet meer hoe je een fucking stone slab moet maken. Dat is niet... Oh! Nou, over de duivel gesproken. Stone slabs, hartstikke idee, cobblestone slabs. We gaan geen echte stone slabs maken, daar ben ik te lui voor om zoiets te doen. Zo, nu hebben we de 12. Ik denk dat het genoeg is om mijn farm te overspannen. Daar zo. Maar laten we maar 18 maken. Ik denk dat dan zit het op zich wel goed. Mijn gastje moet even wat eten trouwens. Of ik moet even wat eten als gastje, want mijn food is een beetje lager. Ik moet even weer health bij krijgen. En ik heb niet echt wat van healing potions of zo, dus dat gaat niet echt werken. Hartstikke idee, heb ik even wat voer naar binnen gewerkt. Laten wij plaatsen wat slabs bovenop mijn farm. Dat het wel makkelijker is allemaal dat weg te halen. Echt serieus, wat doet het Dutch Mano godsnaam op deze server? Voor mij niet zo heel veel heb ik het idee, want dat gebouw is nog steeds niet af. En dat is, die staat er al 2 maanden daar of zo. Nou ja, eerlijk gezegd, de server is een beetje de laatste tijd inactief. Ik mag dat denk ik wel zeggen als een van de beheerders. Ik weet niet echt of ik het zo mag noemen. Of mezelf zo mag noemen. Want ik doe eigenlijk ook niet zoveel qua beheer op deze server. Ik speel alleen op, daar blijft het bij. Dit was nou eigenlijk niet de bedoeling dat dat gebeurde. Ik heb even wat cobblestone slabs. Ah, ik denk dat dit ook gewoon zo werkt hoor. Hartstikke idee. Heb ik nou daar serieus een slab onder water gezet of niet? Ik heb het idee van wel. Ja, ik had er eentje onder water gezet. Dat is niet helemaal de bedoeling. Want dan loopt de stroming niet helemaal goed meer. En dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Oké, zo. Het ziet er wel nice uit. Hier nog even eentje plaatsen. Oké, we hebben dus aan lange la niet genoeg
slabs gemaakt, volgens mij. Want we zetten nu weer wat door de slabs heen. Oh, wauw, wauw. Oké, okay, ja, het is echt gewoon lag op deze server. Misschien ligt het aan mijn internetconnectie of zo. Aan mijn GPU gebruik. Nee, ik weet niet wat het is. Ik weet niet wat het is, maar het bevalt me in ieder geval niet. Oké, okay. Kunnen we hier even dit zo neerzetten? Ik had als goed als nog buckets bij me of niet? Oh, ja, dat heb ik die gebruikt om laaf te halen. Ze waren ook. Oh, auw. Oh, oké, what the fuck. En de stroom nu helemaal daar naar beneden. Oké, okay, dat is. Oh, nee, woef. Oh, ik dacht dat daar naar beneden viel. Oh my god, dat was niet de bedoeling. Oké, okay, we moeten daar verdichten, want nu loopt er gewoon een soort klein watervaltje naar beneden. Wat op zich best wel cool is. Misschien kunnen we daar gewoon even een soort dingetje maken. Een, hoe zou ik het noemen? Ja, een soort riviertje of zo. Dat zou wel cool zijn. Ik denk dat ik hier ook nog even de farm deze kant een stukje uit ga breiden naar deze kant toe. Voor farm dingen en gelegenheden en zo. Want, oh wacht, dat doe ik eigenlijk moeilijk. Dat kunnen we gewoon neerzetten, maar dan moet ik even de aarde vruchtbaar maken. Dus moet ik even mijn zaad erop verspreiden. Kinky. Zo, dat werkt zo. En even hier zo mijn shuffle. Nee, nee, wat? Waar staat mijn fucking Iron Hoe? Ik had hem toch bij me? Ik wou het zeggen, ik had hem gewoon bij me hoor. Ik zweer op alle goden op deze wereld die er bestaan. Ik had een Iron Hoe bij me. Oké, waarom kan deze niet? Waarom kan deze nou niet bevrucht worden? Oh, oké, okay, ja, lek natuurlijk. Altijd weer die lek, hè. Altijd die vervelende lek weer. Oké, okay, even dit neer terugzetten. Had ziek idee. Als goed zit ik nog wat seeds in de kist staan. Maar laten we even de slabs neerzetten. Waar ik eigenlijk mee bezig was. Deze kan ook nog even één kant die op. Eén die kant op. En dan zit op zich wel snor. Oké, okay, als dit er vol op, dan ben ik wel tevreden mee. Stone slapje erbij. Ja hoor. Oh nee, dit wou ik niet. Ik wil dat het er bovenop staat. Niet langs. Dat vind ik eigenlijk niet zo mooi. Oké. Okay. Nee, ah, oh, verdomme. Nu heb ik mijn hele stroming verneukt. Dat is niet de bedoeling. Nou, het ziet er behalve niet uit. Dus dat maakt niet echt heel erg veel uit. Misschien moet ik even eentje terugzetten. Hier één dirtblok. En dan gewoon even zo verder. Ja, dat werkte wel. Dat werkt redelijk. Dat ziek idee. Zo gaan we lekker bezig met de mooie cobblestone steps. Mooi. Misschien moet ik ook even wat hekjes omheen zetten. Gewoon dat het wat mooier uitziet. Deze boom moet even weg. Ik wil eigenlijk nog wel deze kant gaan uitbreiden met mijn hele farm gedeelte. Of nee, mijn farming gedeelte. Of eigenlijk ook wel, want ik moet natuurlijk ook een grotere farm hebben. Maar gewoon met mijn hele boomgedeelte van het bos hier. Het lijkt net alsof daar een boom op een boom staat. Maar het is gewoon één dirtblokje waar een boom op gegroeid is. Dat ziet er best wel vreemd uit. Maar even deze boom moet om. Want hier wil ik een beetje gaan uitbreiden deze kant op met hekjes en zo. En dat soort gekkigheid. Dus dat doen we even lekker. Zo, dan stort dit zo meteen helemaal naar beneden. Als het goed is, al deze dingetjes krijgen we nu saplings eruit. En dat werkt allemaal mooi. Goed, dan moet ik even deze kant één dirt aan gaan uitbreiden. Want anders kunnen we niet meer langslopen. En dat is natuurlijk niet echt heel handig. Want dan vallen we waarschijnlijk dood en zo. Als we heel risky gaan doen. Of we verneuken de farm, dat is natuurlijk ook niet helemaal de bedoeling. Deze sapling hebben we ook niet zoveel aan, dus die kan ook wel leuk weg. Zo, moet ik meenemen. Wat is dat nu weer? Dark oak sapling. Oké, okay, ik dacht dat het gewoon een boom sapling was, maar dat is hier zo. Oké, okay, waar is mijn Iron Hoe? Waarom zet ik mijn Iron Hoe in mijn backpack in plaats van mijn belt? Dat is niet handig. Dat is niet handig. Oké, okay, ja, die wordt volgens mij niet bevrucht, aangezien die 3 ver staat. Zo. Oké, okay, we hebben dus even wat meer cobblestone slabs nodig. En even iets wat meer zaad, want dat moeten we hier inzetten. Daar. En aan die kant, dan wordt even onze farm wat groter. Nice, ik ben echt blij met mijn farm. Het gaat gewoon zo lekker deze farm. Dat wordt ook gewoon een specialiteit farming. Het is best wel een raar plekje om een farm te starten, gewoon midden in de lucht. Maar dat is juist een leuke uitdaging, vind ik. Persoonlijk, hè. Oké, okay, we gaan even wat meer cobblestone slabs maken. Dus gewoon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan hebben we er in ieder geval 6. Dan hebben we in ieder geval genoeg. We hebben toch meer dan genoeg cobblestone, dus dat is echt geen probleem. Ja, oké. Okay, dus we hebben er nu 60. Daar moet het mee lukken. En wat seeds? Want die heb ik boven in mijn voerkist gedaan natuurlijk. Die staat hier zo. Eens kijken. Voerkist. Ja, seeds. Ik heb echt gigantisch veel seeds. Ik ben gewoon blij van te worden hiervan. Oké. Okay. Terug naar beneden waar ik thuis hoor. Woe! Ik ben ook even vergeten hoe ik een vent moet maken. Het is een soort dingetje met sticks. Dat weet ik nog wel weer dat je dat op een of andere manier moet maken. Maar ik ben vergeten hoe. En dat is vervelend. Oké, okay, hallo koetjes. Jullie staan ook gewoon echt opgesloten en op elkaar. Ik denk niet dat de dierenbescherming dit zou approven. Maar dat zijn mijn zaken niet. Ik wil ook een soort forgekamer maken in mijn grotgebouw. Vaak in mijn hol hier. Dat klinkt vies. Maar dat is het ook gewoon. Maar dan ben ik van plan om eigenlijk hier een soort naar beneden te gaan graven. Misschien kunnen we hier de wenteltram een beetje uitbreiden hier naar onderen. En dat we hier een soort nog een afdeling maken. Want hier hebben we natuurlijk de martelkamer. Of de offeringskamer natuurlijk. Ik kan misschien hier ook een soort forge gaan bouwen. Achter iets dat ik dit zo een beetje afsluit. Dat dit een soort forge is waar je dingen op smeet. Dat zou best wel cool zijn. En de koeien laat ik hier gewoon opgesloten zitten. Waarom ik me eigenlijk Koning Joep heb neergezet, de eerste. Nu is niet echt duidelijk weer wie Koning Joep is. Dus eigenlijk moet ik zo meteen ze allemaal afslachten. En eentje overlaten. En daar die kronen als de nieuwe Koning Joep. En dan zien we wel gewoon verder. Maar oké, okay, we gaan zitten verder met de farm beter verbeteren. Verbeteren als in de sens dat het wat groter wordt. Niet dat het echt beter wordt als in... Als in dat ik het automatiseer of zo. Want dat kan ik niet. Daar ben ik niet vaardig in Minecraft. Dat ik een automatische farm kan maken. Ik kan natuurlijk wel op internet opzoeken. Maar ik vind het leuk om die story zelf te vinden. Maar ik vind het ook best wel... Nou, ik weet niet. Ik ben niet zo van automatiseren zoals ik al zei in Minecraft. Dus daar heb je het. Zo, dit weghalen weer. Want ik heb ik weer erbovenop gezet. Ik moet dus even dit weghalen natuurlijk. Dat is een ziek idee. Deze ook. Dat is ook rol.
Zo werd ik dat mooi. Ah, het zieke idee. Nou, dit is al een mooi farmpje nu. Natuurlijk even weer een nieuwe seeds inzetten. Moet dit even weghalen. Niet mijn Iron Hoe, want die heb ik natuurlijk nog gewoon nodig. Die heb ik nog nodig. Snap je, omdat het Iron Hoe is. Even een wel grappig. Maakt niet uit als jullie het niet grappig vinden. Ik vind het wel leuk. Oké, zo, mooi. Ik zie net dat eigenlijk als we hier hekjes nu zetten, dat we een probleem hebben, want dan kan je hier niet meer langs. Dus dan moeten we eigenlijk van die kant de farm binnen gaan. Dus dan moeten we hier deze ook nog even een kant uitbreiden met dirt. We moeten een beetje deze kant ontnemen, want dan zitten we natuurlijk op het richeltje. Letterlijk. En dan gaan we bijna, vallen we bijna dood, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus bouw van de vier weer verder. Zit er ondertussen ook wat water naar beneden druppelen. Dat komt van mijn sugarcane farm daar. En dat is gewoon super chill. Ik wil ook nog eigenlijk een soort nether farmpje hier bouwen voor netherrack. En deze wil maar niet groeien, deze boom. En ik weet eigenlijk niet waarom. Misschien moet ik even een stukje die kant op plaatsen. Daar heb ik ook sapling. Ja. Ik heb er nu opeens twee. What the fuck? Ah ja, de game heeft natuurlijk lag. Ik weet ook niet waarom. En ik vind het vervelend. Oké. Hier hebben we twee kleine watervaltjes die over een boom daar naar beneden gaan. Maar op zich kan ik daar wel gewoon iets maken. Want daar zit volgens mij... Ik droom me wel te wijzen. Maar als jullie daar dat zien, waar ik nu met mijn zwaar naartoe sla daar. Dat is volgens mij een van... Daar zit volgens mij mijn netherportal. Dus als we die gewoon een beetje naar de deur maken, kunnen we daar op zich nog wel een soort farmpje maken. Voor water of zo. Misschien een tweede sugarcane farm of iets in de richting. Dat zou best wel cool zijn. Er zijn we ongeveer hetzelfde probleem oplopen die ik een keer in singleplayer tegenkwam. Een van mijn hardcore afleveringen die ik eigenlijk ook weer een beetje aan het maken zijn. Dus oh, verrassing. Dat ik opeens tegenkwam dat als er geen zon bij kwam, dat gewoon mijn plant niet wou groeien. Zeker twee seasonals kanaal ploft ze opeens uit de grond. Dus hoe dat functioneert, weet ik niet. Maar ja, dat moet ik zo ook even uitzoeken of dat hier ook zo werkt. Of dat weer hetzelfde gebeurt. Ik hoop het niet. Maar dan zitten we deze bomen inzetten. Want daar was ik eigenlijk een beetje mee bezig. Hier ook eentje. Hopelijk groeit deze shit nu wel. Want dat zou ik een stuk fijner vinden. Oké, deze rug hebben ze ook weer gebouwd. Wat was dat geluid? Ik hoorde opeens de grond een beetje ook doen. Dat is een beetje vreemd. Nou ja, maakt niet uit. Seeds, hier waren we aan het planten. Seeds, kom erop met die mooie seeds. Plant alle zaad hier en daar. Dat klinkt ook heel suggestisch en dat is niet heel erg raar. Hey, tu. Ik vind het wel zo'n mooie plekje om hier torch neer te zetten hier zo. Of nee, glowstone. Oh, we moeten even glowstone gaan halen. Dat is waar ook, dat zou best wel mooi zijn. We moeten gewoon even glowstone halen en die dan neerzetten. Dat ziet er een stuk mooier uit. Of jack-o'-lanterns kunnen we ook neerzetten. Maar ja, ik heb hem geen pumpkins, dus daar hebben we ook niet zo heel veel aan. Deze moet ook nog even eentje uitbreiden deze kant op volgens mij. Deze boom wil ook niet echt groeien. Ik weet ook niet waarom. Misschien heeft het gewoon met de altitude te maken dat we hier te hoog zitten. Dat het daarom niet groeit. Het zou natuurlijk kunnen. Ik hoop het niet. Dan zitten we gewoon... Nee, dat klopt niet. Want daar heb ik een boom staan. En wow, die is best groot trouwens. Lijkt een boom op een boom. Zoals met die andere boom die ik net aangaf. Het is boomceptie. Wow, boomchirurg grootste nachtmerrie. Dat is wat het is. Zo, vier verder bouwen. Nee, die was niet de bedoeling dat die daar neerkwam. Deze weghalen, had ziek idee. Het is ook een sugarcane farm een beetje... Nou, niet verbeteren, maar gewoon even alles weghalen. Dat is een idee. Van de showcase kunnen we mooie boeken maken. En dan kan ik even mijn enchanting room ook gaan maken. Ik heb nog zoveel plannen met deze server. Toen ik eigenlijk vanochtend uit bed kwam en dacht ik moet eigenlijk wel een aflevering in blocks opnemen. Dan dacht ik echt van, waar moet ik het over hebben? En toen bedacht ik me... toen ging ik eigenlijk iets anders opnemen. Toen dacht ik me van eigenlijk, weet je wat? Het is best wel, ik heb nu opeens plannen om wat hier te gaan doen. En bij deze is jullie het resultaat. We gaan een farmpje uitbreiden. We gaan wat kamers maken hier en daar. In mijn grotstelsel. Maar dan moeten we wel even een nieuwe verdieping erop bouwen. Of eigenlijk onderbouwen, want het gaat natuurlijk ondergronds. En dan zien we wel verder. Even torch inzet, zodat alles mooi verlicht is. Had een ziek idee. Als we een beetje die kant op bouwen, dan kunnen we gewoon bij de basis van de Dismano komen. Dat is best interessant. Oké, mijn farmpje ziet er al redelijk goed uit hier uitgebreid. Dan moeten er natuurlijk nog even wat fences omheen. Gewoon voor de lol, voor de mooieheid vind ik. En dan zien we dan weer verder. Dus dan eindig ik de aflevering hier. Dus ik wil jullie graag bedanken voor deze kijk. Voor de aflevering. Bekijken van deze aflevering van de Blokserver. Laat een duimpje en een reactie achter. En dan weer even kijken gameplay. Als je dit een leuke aflevering vond. Dus ik zie je het volgende keer weer. Zeg daarom hier. Blijf loeien met z'n koetjes. Blijf loeien.